Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor 2016 per sterrenbeeld. Mijn naam is Esther van Herenbeek van Praktijk Esther van Herenbeek, waarin ik mij bezighoud met astrologie, tarot en numerologie. Omdat ik het heel erg leuk vind dat je kijkt en ik natuurlijk heel graag nog meer mensen kennis wil laten maken met mijn werk, heb ik besloten om een winactie te doen. Ik ga namelijk een kalender van mij verloten. Dat is de Astrologische Scheurkalender 2016. En dat is een kalender ter waarde van €14,50. En per dag kun je zien van welke astrologische gebeurtenissen daadwerkelijk gaande zijn. Dus stel, op een dag gaat de zon de leeuw in, dan beschrijf ik dat ook, hoe laat dat precies is en wat dat dan betekent. Dus elke dag leer je dan iets over de astrologische standen en wetenswaardigheden. Die ga ik verloten onder alle kijkers van mijn filmpjes. Maar daarnaast ook nog een astrologische almanak 2016. In dit boek vind je namelijk per sterrenbeeld wat jou het komende jaar te wachten staat. En ook nog heel veel andere hoofdstukken. Zo zal ik in dit boek dingen beschrijven zoals de maanfase, daar ga ik dieper op in. Ook beroepen die passen bij elk sterrenbeeld. En ook nog heel veel andere dingen die je hierin terug kunt vinden. En dit boek kost in de winkel €14,95 en die zal ik ook gaan verloten. Sowieso omdat het een nieuw jaar is en ik dat heel erg leuk vind om te doen. Nou, wil je daarvoor een aanmerking komen, dan zou het leuk zijn als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal, een duimpje omhoog doet en ook even een comment of een reactie zet van waarom jij nou heel graag de kalender of het boek zou willen winnen. Ditzelfde geldt ook voor Facebook. Deel mijn filmpjes op Facebook, vind mijn pagina leuk en zet eronder ook eventjes waarom jij heel graag een boek of een kalender zou willen winnen. En in de loop van januari maak ik de winnaar bekend, of de winnaars, want ik selecteer twee winnaars, één voor de kalender en één voor... Hallo vissen, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor het jaar 2016. Ik ga zo dadelijk specifiek voor jou als vissen een kaart trekken uit de Rider Waite Tarot. En die kaart geeft eigenlijk een tendens of een jaarvoorspelling aan voor jou specifiek als vissen voor het jaar 2016. Vervolgens zal ik ook een inzichtkaartje trekken en die geeft eigenlijk nog wat extra weer, gebaseerd nog op die kaart die ik dan eerder al heb besproken. En zet dan nog even de puntjes op de i en geeft jou aan wat de uitdaging zal zijn voor de komende maanden in het nieuwe jaar. Voordat ik dat ga doen, wil ik je nog heel even wijzen op het feit dat dit een globale, algemene voorspelling is voor alle vissen die naar dit filmpje kijken. Wil je nou echt specifiek een jaarlegging hebben voor jou als persoon, dan is het misschien verstandig om een persoonlijk consult bij mij te doen. Dat kan persoonlijk in mijn praktijk in Liemden op Brabant. Maar woon je verder weg, dan is er ook een mogelijkheid dat ik dat schriftelijk voor je doe. Dan leg ik hier voor jou op afspraak de kaarten, dat werk ik dan schriftelijk uit en dan mail ik je dat of dan stuur ik je dat op. Heb je een voorkeur voor Skypen? Dat kan ook, want dan maakt het niet uit waar je woont. Kan ik toch die legging voor je doen en dan komt dat ook helemaal in orde. Nou, de kosten hiervan zijn €65. En wil je graag meer informatie of een afspraak maken, dan verwijs ik je heel graag naar onderstaande informatie onderaan dit filmpje. Nou, dat gezegd hebbende gaan we snel over naar de kaart die wat weggeeft over... ja, jouw komende jaar 2016 als vissen zijnde. En die kaart is de 8 van bokalen. En deze geeft wel aan dat jij in 2016 waarschijnlijk een nieuwe weg in zult gaan slaan. En dat kan best eng zijn, want als vissen ben je niet zo'n type voor veranderingen, van nieuwe wegen inslaan, van initiatieven nemen. Dat ben je van nature niet. Je bent van nature eerder een volger dan een leider. Dus het feit dat 2016 toch nieuwe wegen voor jou lijkt klaar te hebben, ja, dat kan best een uitdaging voor je zijn. Het is dan belangrijk dat je toch de stoute schoenen durft aan te trekken. Trek je niet terug zoals je dat misschien in eerste instantie zou willen doen.
Maar durf ervoor te gaan. Ook al weet je niet waar het schip zal stranden, ook al weet je niet waar de weg toe zal leiden. Zolang je op je gevoel vertrouwt en je intuïtie, want die is ijzersterk bij jou als vissen, kan het eigenlijk niet misgaan. Deze nieuwe weg of deze nieuwe richting is namelijk bedoeld om jou verder op weg te helpen. Om jou de goede richting in te krijgen. Om jou op de plek te krijgen waar je zijn hoort. En dat kan met werk te maken hebben, dat kan met relatie te maken hebben, dat kan met gezondheid te maken hebben, maakt niks uit. Zorg dat je de weg gaat volgen. En dat je daarbij gewoon je gevoel, je intuïtie als kompas gebruikt. Want die is bij jou ontzettend sterk. Het getal 8 heeft ook alles te maken met eerlijkheid en eerlijk zijn naar jezelf toe. Voelt er dit jaar iets niet goed? Doe het dan ook niet of zeg er dan ook iets van. Voelt het wel goed? Ga er dan ook voor. Ook al weet je niet hoe het zal eindigen of hoe erop gereageerd zal worden. Het zijn hele belangrijke adviezen voor jou als vissen het komende jaar 2016. Volg je gevoel, vertrouw met name ook op je gevoel. En dan wordt het je allemaal aan het eind van het jaar helemaal duidelijk waarom bepaalde dingen op je pad zijn gekomen, waarom je bepaalde dingen hebt gedaan en waarom je bepaalde dingen misschien ook niet hebt gedaan. Nou, daarbovenop natuurlijk een inzichtkaartje die nog een tekst geeft op bovenop wat de kaart al gezegd heeft. En dat is: wie vraagt zal met het antwoord moeten leren leven. Ja. Nou, dat is een extra advies wat je mee kunt nemen voor het jaar 2016. Kijk, als je wilt weten hoe dingen zitten en je wilt weten hoe het echt daadwerkelijk is, ja, dan krijg je ook het antwoord. Alleen, dat antwoord is misschien niet altijd hoe je het graag zou willen of hoe je het had gehoopt. Dus weet van tevoren goed of je iets wel echt wilt weten. Soms is het beter om gewoon ergens voor te gaan en wel te kijken waar het schip strandt. Zoals je dus net ook al zag bij die kaart die voor jou dit jaar van toepassing is. Durf gewoon te vertrouwen op je gevoel, dan kom je vanzelf op de juiste weg terecht. Vertrouwen is echt het sleutelwoord. Dus ga daar in 2016 mee aan de slag, ook al is het een hele uitdaging voor jou. Nou, daarbij wens ik je natuurlijk ontzettend veel succes. Graag wijs ik je nog even op de winactie waarover ik het heb gehad aan het begin van dit filmpje. Doe gewoon lekker mee en wie weet win jij wel gratis mijn astrologische almanak 2016 met heel veel leuke onderwerpen. Of mijn astrologische scheurkalender 2016 waarbij je dagelijks op de hoogte wordt gehouden van allerlei astrologische ontwikkelingen. Nou, dan wens ik je nog een heel fijn nieuw jaar. Ik hoop dat al jouw wensen, dromen en verlangens uit zullen komen. Ik dank je ook hartelijk voor het kijken naar dit filmpje en ik hoop je in mijn praktijk of op wat voor een manier dan ook weer heel graag terug te zien. Bedankt en tot ziens. Doei!